Ik maak hier deze dag als een zeer belangrijke voor de energiesector vanwege het feit dat met de aanbieding van het rapport zo meteen de bouwstenen worden aangedragen voor de ontwikkeling van ons energiesectorplan. Suriname heeft voordeel bij een goed energiebeleid. In het kader daarvan is een document Building Blocks for the Electricity Sector Plan 2019-2023 door minister Regilio Dotson van Natuurlijke Hulpbronnen overhandigd aan de Energieautoriteit Suriname en de Nationale Assemblée. Dit vond plaats in het Marriott Hotel. Daarbij is het belang van het eerder genoemd document benadrukt. Thank you.